Yo, kijkers van Online Tips, een hele goede avond, goedemiddag, van harte welkom weer terug bij een carrière mode van Online Tips. Online speelt tegen directe concurrent MK Dons. Een beladen wedstrijd. Voor een prachtig avondje voetbal. Achter de microfoons, voor een commentaar, een duo. Wij staan op de zevende plek, hier staat het, 57, ze hebben 59. We hebben een voorsprong van 1 punt. We moeten proberen om echt te winnen. Om hoger te komen, om beter te spelen natuurlijk. Dus we gaan meteen naar deze wedstrijd. We gaan waarschijnlijk 2 wedstrijden spelen. Voor het thuispubliek treden ze met deze basis aan. Hier zien we in welke formatie de trainer de ploeg verveld. Dus moeten ze eigenlijk niet onderzetten, want dat was... 4-3-3. Dat was natuurlijk de eerste competitiewedstrijd. Van ons speelden we ook tegen MK Dons. We waren verloren met 3-2. Dus ik ben heel benieuwd hoe het nu vandaag gaat. Dit is de opstelling waarmee de bezoekers gaan beginnen. Ze staan met 5 man achterin, betekent dus dat zij echt volop in de verdediging gaan. Dat ze er bijna niet echt doorheen kunnen. Dus ik ben heel benieuwd of we er door kunnen komen. We zullen het zien. En nog 8 wedstrijden te gaan voor de competitie. Voor het eindseizoen kunnen we altijd... Die play-offs gaan we rijken. We zitten op dit moment die play-offs en het is de bedoeling dat we daar blijven staan. Probeer om natuurlijk wat hoger te komen in die play-offs, zodat we echt zeker weer dan mee mogen doen aan de play-offs. Nu is het officieel 1 punt. Hangt het op een klein draadje natuurlijk. We spelen nog cruciale wedstrijden. We spelen nog tegen de koploper. We spelen nog tegen Bradford. Die staan nu 1 punt lager dan ons. Dus dat is ook een hele cruciale wedstrijd. En we spelen natuurlijk deze wedstrijd, MK Dons. Die staan ook op dit moment op de play-offs plek. Officieel is dus 2 punten. Dus als we winnen, dan komen we hoger dan zij te staan. En dan ziet het tenminste iets kleuriger uit dan nu. Ja, nu ziet het er ook wel prima uit, maar het is nog niet goed genoeg. Ik zou hem hier naar rechts geven. Maar dat raadt hij net niet, hè? Nee. Hij raadt hem nu kwijt. Maar alleen de verdediging, dat is zo slap. De kranten pakten afgelopen dagen. Ik waarde zo erg goed van die tegenpenalty de vorige wedstrijd. Echt vervelend. Heel vervelend was dit. Er werd al lang op gehind, gespeculeerd. Maar nu heeft hij zelf toegegeven dat hij hier na het seizoen inderdaad niet meer terugkeert. Dat hij stopt als profvoetballer. En dat nieuws lijkt me een enorme klap voor zijn club. Zonder meer zie je. Dit is buitenspel. Komt die goal aan volgens mij. En hij houdt hem tegen. Nee, ik dacht van wel. En deze keer klemt hij de bal. Willems. Hij heeft daar een paar mensen voor zich. Dan, als het niet gaat... Venema. Ja, die zit ook wat stroeverig. Het had gekund, Joré. Ja, dit is goed. McDonald is dit. En dit is een voortreffelijke actie. Ik moet dan nu al een blessure hebben. Corner voor het doel gebracht. En hij wordt weggewerkt, die hoekschop. Goré. Nog steeds aan het dribbelen. Daar naartoe draaien en een voorzet. Via hier erin te krijgen. Ja, dat is Venema. En die komt hem binnen. Wat een fantastische start van het duel, althans. Geweldige actie, goed gedaan. Ja, veel beter kun je hem niet geven. Misschien via daar in te dribbelen en een, ja, je hoeft je hoofd er maar tegenaan te zetten. En dan zet hij zijn hoofd er met overtuiging tegenaan. Ja. Uitstekend af. Geweldige actie, geweldig doelpunt. We leiden met 1-0. Bedoeling om het nu vast te gaan houden. Mooi hoor, hier kun je toch ook van genieten. Dit is prachtig gefloten, hij geeft voordeel. Ja, laat maar komen. Was natuurlijk gewoon een overtreding. Ah, heel shit. Hij kan hem net niet binnenhouden. Dat is heel vervelend. Kijk, hop. We staan er al meteen naar boven. Dat is een overtreding. De scheidsrechter fluit, maar wat doet hij nu verder? De kaart was welkom geweest, hoor. Voor hem.
Willems. Willems. Dat is twee man door. Daar gaat Vilma. Gaat hij dit redden? Ja. Heerlijke steekbal. Keeper één penalty. Penalty, ja zeker. Geel. Geel. De scheidsrechter is onverbiddelijk. Dat had gewoon rood moeten zijn. Dit had gewoon rood moeten zijn. Daar komt hij nog goed mee weg. Oké, de penalty kan ik niet zo heel goed. Dus we gaan heel benieuwd hoe dat gaat oplopen. Oké, we moeten die rustig doen. Ze kunnen hier nog meer afstand nemen. Rustig. Ah, jong. Recht in het midden. Hij pakt deze bal alsof hij wist waar hij naartoe ging. Jongen, 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 jongen. Hoe slecht kan je een penalty nemen? Die is alweer even aan de bal. Staat eerst juist dat er een penalty komt, alsnog staat het maar 1-0. En hier staat bijna 1-1. Goeie geplaatste kopbal van de keeper. Ah, die zit er prima bij. Ja, zo makkelijk was het niet, hè? Om deze te pakken. Prima gedaan. Venema liep daar goed door. Een sterke verdedigende actie. Als hij gewoon op B had getrapt, als hij op B had getrapt, was het misschien toch gewoon een doek. Dus misschien is dat veel beter. Bal veroverd in de eigen 16. Hieruit kan een counter voortkomen. Venema. Goeie. Ja, wie durft het aan? McDonald. Dat is een fraaie actie richting de goal daar. Dan gaat die weer bijna gebeuren. En goed zeg, dat blok. Ruimte op de vleugel nu. In het centrum gespeeld. Dit moeten we halen. Oh, wat een redding, man. Lekker geraakt met het hoofd. Ja, maar laten we ons even focussen op de redding. Die mag er ook zijn, hoor. Goed gepakt, die paas. Nou, wie Willem, staat er alleen voor. Het kan een moment zijn voor een counter. Even terug. Ach, jongen. Kun je nou serieus nog geen fatsoenlijke paas teruggeven? Blijkbaar niet. Ik zou naar Venen. Ach, dat ook. Sommige. Ik weet niet wie het was. Laat gaan. Ah, dat gaat nu niet. Ja, het is ook dan handig gedaan. Om die bal te veroveren. Dat is een prima redding. Soms gaat het echt een beetje mis, hoor. Knap hoe die keeper de bal. Het wordt zo slordig gedaan. Gewoon echt gewoon dom en onnodig. Rivas. Kijk, dit is goed gedaan. Pinto. Het is een verdediger, ja, Willems. Dit zou wel eens gevaarlijk kunnen worden. Venema. Goré. Legt hem klaar voor Pinto. Pinto, daar is Venema met de kopbal. Het is 2-0. Zijn tweede van deze. Overtuigend is hij. Kijk eens, die verdedigers weten niet wat ze met hem aan moeten. Alsnog staat het 2-0. Wat een gevoel en wat een controle in deze. Het heeft even geduurd. Werkelijk afgemeten. Een doelpunt te maken kan hij met zijn hoofd. En dat lukt hem hier uitstekend. Hij raakt de bal precies goed. Fraaie goal. Stewart. We zijn er nog niet. Dat doe ik niet te vroeg juichen. Hij verovert die bal op eigen speelhelft. Hadden we meteen een sliding in kunnen zetten. Zo zie je, huppa, sliding inzetten. Maar het gevaar is nog niet geweken. Overtreding, kaart. Ja, dit is het soort overtreding waarvoor je geel kunt krijgen.
En traag. Geel, zegt de scheidsrechter. Geel? Nou, daar hoeven we toch niet over te discussiëren. We leiden met 2-0. Een goede eerste helft gespeeld. Ik vind van wel. Het fluitsignaal voor de rust heeft... Waarom... Neemt een voorsprong mee de kleedkamer in. Waarom fluit hij niet? Terwijl we een doorgaande kans hadden. Fluit hij. Ze waren uit de baan. Vind ik heel vervelend. Hij geeft hem diep. Wrexham 1-1. 0-0 voor Bradford. Staat dus daar, oké. Okay. Even kijken hoe het met het team aan staat. Zijn er wat mensen moe? Nee. Nee. Ik vind nou goed spelen. Alleen heel zonde van die penalty. Echt gewoon zonde. Had beter gekund. Had beter gemoeten. Goed, we gaan lekker door naar de tweede helft, jongens. Tweede helft van de wedstrijd. Gaat hij het redden? Oeh, dat gaat hij zo doen. Net buiten bereik van het teamgenoot. Hij liep dus net weg, die gast, hè? Voor de tegenstander. Net dat ik wilde... Opgejaagd op eigen helft. Met de klikker liep hij net de verkeerde kant op. Terwijl dat Venema daar naartoe wel ging. Dat was wel nog geprobeerd om te doen. Dit is zo slim gedaan. McDonald maakt de 3-0. Dat doet hij niet. Ja, dat doet hij geweldig. Hij laat die doorgebroken speler niet scoren. Het is te hard, hè. Het is te hard. Het gevaar wordt eruit gehaald. Corrie. Hou de bal in de ploeg. Rivas. Was iets terug, want ik merk dat hij gaat komen. Perkins. Was. Hou de bal maar in de ploeg. Kom maar, jongens. Venema, oh, dit is goed gedaan. Dit is Rivas. Gaat hij nu wel doen? Nee. Want weer de keeper. Dat was bijna 3-0. Dat het knap is hoe de keeper de bal pakt. En die gaan we gewoon een uithaal doen. Wat niet verkeerd was. Bal blijft binnen. Ze kunnen weer. Soms moeten we wat risico gaan nemen. En mogen we best wel eens op doel gaan knallen. Stuart. Gewoon vuur maar wat ballen af. Met die wat een onbesuisde, gewelddadige tackle. Als ik die scheidsrechter was, zou ik hier een kaart voor krijgen. Pinto krijg je heel daarvoor. Gele kaart! Ja, dat kun je verwachten. Dit moet wel gaan, dit moet wel gaan. Buitenspel, zij fluiten. Vlaggen, vlaggen! Ja! Vlagnoos, man! En dus is deze wedstrijd nog lang niet gespeeld. Hij stond toch gewoon buitenspel. Hier, daar gaat die bal. En daar stond die buitenspel. Iedereen stond daarvoor. Zonder deze meesterlijke paas. Kijk eens hoe fraai de bal wordt gegeven. Dit was een 100% buitenspel. En vervolgens maakt hij het knap af. Knikt de bal met voldoende kracht langs de toer. Hij had moeten vlaggen. Die krijgt er geen vinger meer achter. Ze spelen hem rustig rond. Ja, ze staan toch voor. Bal kwijt. Hij had gewoon moeten vlaggen, die scheidsrechter. Die grensrechter dan. Stuart. Corrie, die zit vast, Corrie. Venema. Er mag nu een vervolg komen. Dit gaat heel moeilijk worden. Goede ingreep van de keeper. Laten we even met hem wisselen zien. Kijk, Meton, die is wel erg moeilijk. Ik wil hem toch... Voor hem? Of kunnen we de Force erin zetten? Force, ja, dat maakt niet veel uit. Weet, maar die is ook aardig moe. We gaan hem voor hem wisselen. Goree, laten we hem erin. 74. Hij was 71. Dat laat hij heel even zo doen. Wees zelf 74. Laat hij heel even zo staan. Heet voor een nieuwe speler. Er worden twee spelers gewisseld. Welkom voor het doel. Juist, de doelman zet zijn vuist tegen die cornerbal.
Venema, komt er nou niet aan. Hij kwam iets te dicht bij de keeper. Hij kan nu rustig onderscheppen. Dat was iets te dichtbij. Oh. Wordt voordeel gegeven. Maar goed dat hij dan niet echt helemaal doorheen was gegaan. Het tempo in de wedstrijd. Hij moet uitkijken, die man ze met geel. Ze komen wel heel erg rustig over voor een team dat achter staat. Schot wordt goed geblokt. Och jongens, verdedig eens beter. Margaretta. 70 minuten op de klok. Hij gaat erin, ik kom er ook, kom maar jongen. Hij heeft de ruimte om uit te halen. Dan laten we hem gewoon gaan. En deze wordt mooi gestopt. Anders was het weer raak geweest voor deze speler. Ja, die blijft het ook proberen, maar deze keer gaat het feest even niet door. Hij pakt die bal op eigen speelhelft. Ze mogen de bal gaan ingooien. Op een misselijke plek toch hoor. Goeree. Als hij niet gaat passen. Manning. Ja, jongen, echt. Geef hem dan niet. Als je weet dat je het gaat verkloten. En dan moet nu Venema gaan. En dan gaat hij ook. Tussen twee man door. Krijgt hij nog een kans, maar... Lukt het hem niet. Maar de bal is weer voor ons. Het is heel goed gedaan. En weer die keeper. Het is de zoveelste keer. Verdediger. 54. Pinto is 68. 66 voor een verdediger. Ja, dan wil ik Venema er toch weer in hebben. Gaat uit of wat is hij? Hij is 64. Wat was Venema? Was 60. 64, 66. Ik wil toch Venema. Weet je wat ik ga doen? Ik ga Willems eruit zetten. Hem altijd nog gaan vervangen. Dan doe het zo. Nu hebben we twee keer gewisseld daar. Er worden nu ook twee wedstrijden als het goed is. Er gaat vers bloed ingebracht worden. Ja, Ben King. En dan verdediger Max Willems eruit. Gaat King en Venema naar erin. Hoekschop in het centrum geplaatst. Venema streekt bijna zijn hoofd er tegenaan. Oké, Pinto. De speler brengt de bal dichter naar het doel van de tegenstander. King die staat daar. In het 16 meter gebied. Ze kunnen de voorzet wegwerken. Litte, die zit hem aan. Rivals. King. De mensen hier willen dat hij schiet. We kunnen niks. Venema, daar staat King. Kan King dat ook? Ja, King kan het. Dus 3-1. Die bal zit erin. Dat betekent... Venema geeft hem af op King. Ja, dit zijn van die voorzetten... Venema is echt de man van de wedstrijd. Je hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. 3-1. Zo'n kans kun je wel aan deze speler overlaten. Van dichtbij gaat de bal erin. Prima gedaan. 8 minuten voordat de regulering. Weet hoe het de vorige keer afgelopen is. Het schijnt dat er bij. Dus ik kan maar beter even niet zeggen. Is gegeven. Wat kun je ons daarover vertellen? Ja, de thuisploeg mocht een penalty nemen en die ging raak. En wat een heerlijke trap. De keeper had geen enkele kans op dat. Terug. Daar ging gesprek, wat goed gedaan, wat slim gedaan. Komt daarna die aan. Hij heeft maar twee man bij zich, ja. King, daar gaat King. Nou, Venema kan ook. Dit kan ook. Venema, King! Ik ga er niet in, het wordt wel een corner. Dus een hoekschop. Goeree, zullen we dat doen? Goeree? Voor Barry. Laten we dat doen. Het is tijd voor een wissel. Corner! De hoofd tegenaan. Maar de Devoy. Een nieuwe corner. Dus we kunnen het opnieuw proberen.
En die bal is voorlopig weg. Oké, die staat misschien niet op corner. Ja, zolang dat we hier spelen vind ik het allemaal prima. Dit wordt een hele slechte corner, dat zie ik nu al. Houdt de bal weg van de tegenstander. Laatste minuut van de reguliere minuut 90, speeltijd. Dit kan niet meer misgaan. Dit mag niet meer misgaan. 4 minuten, doe maar. Dat valt op zich wel mee. Aangezien we de kans hebben gehad. Penalty gemist, dat ook wel. Maar het is uiteindelijk goed afgelopen. En daar ben ik heel blij mee, want we hebben de overwinning te pakken. Een 3-1 overwinning. Goed gedaan. We hebben gedaan wat we moesten doen, winnen. We gaan over MK Dons heen. Bijna de play-offs veilig gesteld, maar nog niet helemaal. Er zijn nog een aantal dan, wedstrijden te spelen. Maar we winnen hier met 3-1. Ook weer afgelopen en en dat is geweldig. En ja, als we dan eens kijken naar scoren, dan is het toch raar, hè? Het kwaliteitsverschil. We hebben gedaan wat we moesten doen. En het ging hartstikke goed. We gaan eens even kijken wat ze allemaal zeggen. Nog steeds aan het dribbelen. We spelen eigenlijk nog een wedstrijd, hè? Maar dat is hier denk ik bal al, gaat richting medespelers in het centrum. Het was echt goed gedaan, hoor. Alleen die tegendoepen, dat was sowieso buitenspel. We gaan eens even kijken. Hier. Wat gaat hier? Is dit buitenspel? Het lijkt mij gewoon van wel, hoor. Ja! Die zit erin. Ga nog eens even kijken. Daar loopt hij. Ja. Ja. Hij liep als laatste. Waarschijnlijk is dat wel buitenspel. 2-2. Wrexham wint met 3-2. Redford heeft gelijk gespeeld. Betekent dat we punten inlopen. We lopen volgens mij 4 of 5 punten in. Nou. Just a moment of your time. Met 20 maanden en 50 was de overwinning van Vas Venema de held van de dag. Wat is je reactie? Ja, geweldig. In druk prestatie van Nick Venema. Tot in de 7 wedstrijden. Zo, hè? Ja, ik versnel het even. Of jullie hier wel konden winnen. Ja, ik vond dat we vandaag goed hadden verdedigd. Vandaag hadden we goed verdedigd. Thanks very much. 60 punten. Zij hebben 43 punten. Ah, daar moeten we ook van kunnen winnen. Als je die niet wint, dan, ja, dan weet ik het ook niet meer. We kunnen best even naar de stand gaan kijken. Wat kunnen we eerst heel even... Malik scout hier. Is mijn scout. Ah, wacht. Daar hebben we natuurlijk ook nog. Laten we even gaan kijken. 47, 46, 48, 49 is het 53, 52 is het 56. Hoeveel is die waard? 4 ton. Daar wil ik nog even mee wachten. 52, 3 ton. 40, 44. Ze worden allemaal verder gescout, dus dat is goed. 40, 48, 43, 51. Hij is wel 230.000. Maar hij heeft wel 50. Versnelling 62. Die laat nog wel heel even verder. 50. Ik ga ook heel even allemaal verder laten scouten. Die kan er dus eruit. Ah, die is ook wel, maar kan ook wel wat beter. Die gaan ook verder. Nou, gaan we eens even kijken wat de stand is. Want dat is wel even heel belangrijk. We staan vijfde. We hebben een voorsprong van 3 punten. Redford staat 7. 3 punten, dus dat is goed. Mooi, Campbell, die staat 7. 6, 5. Wij staan vijfde.
Het gat met de nummer 3 op directe promotie is nog wel 5 punten. We spelen nog een keer tegen Stockport. En we spelen nog tegen Notts County. Of tegen. Nee, tegen Notts County hebben we al gespeeld. Tegen Wimbledon. Hebben we daar al gespeeld? Of was dat die ene wedstrijd waar we het een beetje verkloot hadden? Het zou zomaar kunnen dat dat een wedstrijd waar wij gewoon. Ja, nee, dat was tegen Mor. Dat was tegen hun. Die staan ook op de playoffs plek. We staan vijfde, nou dat is goed. We staan nu eigenlijk. Maar goed, voor het officieel is wel 3 punten. Oké. Kijken of we nog tegen AFC Wimbledon moeten nog spelen. Even kijken, moeten we daar nog tegen spelen? Deze zijn allemaal niet in de playoffs plek. Dus dat wordt een iets makkelijkere wedstrijd. Nee, daar hebben we al tegen gespeeld. Tegen Stockport dus, dat is een belangrijk. En tegen, waar staan die? Die staan natuurlijk bovenaan. Staan die daar? Nee, die, ik dacht dat die ook op de plek stonden. Nee, die staan daar onder. We spelen nu tegen die nummer 20. Dat moet gewonnen worden. Die wedstrijd die moet je winnen. We gaan die wedstrijd ook nu spelen. Want we zijn bijna een half uurtje verder. Dus we gaan even kijken. Oeh, dat is al wel heel snel. We spelen weer thuis. Ik weet dat Marcel Bell afloopt. Ook er wilt iemand hem hebben. Als hij boven de 5. Als hij 5 heeft of zo is, dan ga ik hem toch heel even een contract aanbieden. Nee, ik weet heel even niet waar ik op moet drukken. Selectie, ja, daar moet ik op drukken, hè? Ja. Wel, we gaan eens even kijken wat hij speelt. Pinto. Wel, hij is niet tevreden, hij is 55. Zeg maar, hij is 180.000. Wat gaan we doen? Gaan we hem laten gaan? Hoeveel wedstrijden heeft hij gespeeld? Hij heeft geen doelpunt gescoord, nog helemaal niks. Nee, we laten hem gaan. Laat maar gaan. Laten we hem gaan. We laten hem gaan. Hij gaat maar vertrekken. Maakt me niet uit. Weet je, ik ga toch kijken wat hij wil, want hij is met zijn contract is hij niet blij mee. Dus ik ga maar, dan kunnen we misschien gaan huren, dan krijgt hij misschien nog wat geld ervoor over. Oké, maar ik heb natuurlijk niet zoveel geld, dat is ook weer een dingetje. Oké, we gaan gewoon kijken wat hij wil. Ik ga het wel heel, ik weet het allemaal niet. Voor mij betreft is hij niet heel even kandidaat gewoon. Ja, is goed. Voor een jaar. Als je graag een jaar wilt, ja prima joh. Moeten we afkapsoelen erin? Voor mij hoeft dat niet. Laten we hem maar op de 3000 zetten. 1, 2, 3. Wat hij wilt. Dat is een reden aan wat. Ja, is goed, joh. Hij staat al op transferlijst. Nou goed. Sorry, wat gaan we met hem doen? Gaan we hem.
pakken of niet? Ik ga er toch heel even mee wachten. Hij speelt op zich redelijk goed. Of die heeft hij van die momenten. Goed, we gaan deze wedstrijd spelen. Ja, ze hebben 44, wij hebben 60 punten. Dus we gaan dat maar eens even doen. Wat wel zo is dat ik met jullie de training moet gaan laten doen. Kijk, voorzetten en dat soort zaken, dat kunnen we allemaal. We kunnen doelpunten voorin, dat kunnen we. Maar de verdediging, daar moeten we natuurlijk nog eerst de verslag van de wedstrijd. Kijk, dit is dus tegen wie dat we allemaal moeten. Er zijn een paar die een beetje moe zijn. Dus dat is een klein beetje het voordeel. Zij hebben de laatste vijf wedstrijden één keer, drie keer gelijk, één winst en één nederlaag. En staan 20ste. Kijk, zulke wedstrijden moet je winnen als je mee wilt doen in de play-offs. Goed, wat gaan we doen? Gaan we dribbelen? Gaan we verdedigen? Afpakken en wegwerken. Houd het dicht. Pasen. Rennen en blokkeren. Tegenscenario. Kijk, we pakken deze. Nou, die is wel best wel zwaar. Dus we kunnen hem... Ja, probeer totdat hij natuurlijk in het groen staat. Vaak dan staat hij ook in het rood. Goed, dan laat ik jullie ook meteen. We moeten verdedigen. Deze een trainingssessie doen. Want ik doe dat altijd achteraf. Dat hadden we net goed gedaan. Kijk, nu neem ik jullie daarin mee. Kijk, en af en toe dan zijn we gewoon, moeten we gewoon echt. Want ik wil geen sliding. Want. Dan krijg je weer min 1000 erbij. Kijk, dit krijg je weer punten erbij totdat hij in het groen staat. Maar op een gegeven moment is de tijd op. Kijk, nog twee pogingen hebben. Ja, dan missen we hem totaal, hè. Kijk, dit zijn ook gewoon spelers die bij ons zelf spelen. Kijk, nou gaat het mis. Dat dit veel te lang duurt. Kijk, daar hebben we eentje gepakt, gaat er 1000 vanaf. Zag je dat? Dat is heel vervelend. Goed, en dan moeten we hem opnieuw doen. We moeten 6500 halen. Af en toe dan haal ik het, soms haal ik het gewoon niet. Nou, het zijn de eerste 1000. Laat hij hem zo doorgaan, dat kan eigenlijk niet, hè. Kijk, hij moet daar staan. Als hij hem mist, dan kun je hem nog pakken, maar... Hij heeft dus al geschoten en dat is soms... vervelend. Kijk, we laten hem gewoon doorgaan en nu pakken. Laten we hem weer doorgaan. Kijk, zie je? Ze gaan allebei en dan kunnen we niks meer. Ik had hem geraakt, ja. Kijk, hij moet hem pakken en die ander moet hem pakken. Ja, maar we moeten hem daar nog een keer doen. Min 1000. Zag je dat? Dan gaat hij er vanaf. Nou, dit waren de eerste 1000. Dit waren de tweede 1000. We redden hem. Dacht je even waar raakte hem? Duizend. Als nog maar twee man er nog niet op drop gekregen, hè? Hij liet hem goed door. Ja, hou hem maar flink bezig. 4000. Nou, dat gaat goed. Maar dan gaat hij toch gewoon door, hè?
Wat hij heel even niet oplaat. Ook dat hier. Dan gaat hij even door. Maar we redden hem nog. Oké, nog één keer 1000. Het is ook de laatste. En dat redden we gewoon net niet, hè. Net niet. Moet ik hem nog 1 keer doen? Het is ongelooflijk. Vaak dan moet ik hem... Nou, we hebben hem geblokt. Dat is al 3000. Het is al 4000. Kijk, nu gaat het wat beter. Het is meestal bij de laatste tanden, dan gaat het wat stuk beter. Shit, hey. We hebben hem omver geduwd. We hebben min 1000 erbij. Nou, we hebben hem weer terug. Ach, oh, we hebben hem. Toch even, we gaan hem missen. Ja, dit is de laatste weer. De vraag is, redden we dit? Nee. Niet gehaald. Niet gehaald. Nou goed. We gaan de aftrap doen. Dit is ook de laatste. We moeten... Ja, die... Deze... Oh, wacht. Zat dit zo allemaal goed? Of gaan we nog iets aan veranderen? Ik vond dat we de vorige wat heel goed hebben gespeeld. Venema misschien een beetje wat moedjes. Gaan we die er ook echt in laten? Laten we dat zo de Pinto Burton. Misschien dat ik Burton eruit ga zetten voor een iets sterkere. Voor nummertje 59. Als we hem bijvoorbeeld daar inzetten. Dat is alles. Wedstrijd spelen. Nou. Dan hebben jullie gezien hoe ik het altijd eigenlijk deed. Goed. We spelen weer thuis, hè? Hallo, leuk dat u heeft ingeschakeld. We gaan live... Tranmere spelen, online games tegen Tranmere. Zoals u gewend bent, komt het commentaar weer. Ik moet die conferentie bal echt uitzetten. En Sierp de Vos. Ik weet dat telkens. Namelijk gaan we kijken naar een competitie. Laat ik dat dadelijk meteen gaan doen. Kijken naar uit, hoor. Sierp, ik ben ontzettend nieuwsgierig. Volgens mij kan dit een... Vijfde plek, 60 punten. Ze hebben 4-6, zie ik. Dus we kunnen niet omhoog komen, maar we kunnen wel dichterbij komen. Jeroen, ik vind dit een interessante spel. Dus we moeten deze wedstrijd winnen. Ik ben benieuwd wat jij van hem verwacht. Ik sta dus op 63 en dan... De wedstrijd zal deze aanvaller wel heel goed bewaakt gaan worden. Dus nummer 4 heeft dus... dat is 4 punten. Dus als we winnen, we moeten deze wedstrijd. Deze wedstrijd moet je sowieso kunnen winnen. Als je deze wedstrijd niet verliest, dan is het ongelooflijk. We gaan ons best doen, hè. Met deze opstelling gaat de thuisploeg het veld. Exact dezelfde opstelling hoe wij ervoor, alleen die rechtsachter is veranderd. We vandaag gaan beginnen in een 4-3-3 formatie. Ja, zo gaat Manning erin in plaats van... 4 verdedigers, 3 middenvelders, 3 aanvallers. Burton. Natuurlijk veel gebruik maken van de vleugels. Dat is allemaal zo prima. Als we trouwens niveau hoger gaan, ga ik daar een iets grotere stadion pakken. En deze ploeg... Kiest voor dat de dan wel. Aanvallende tactiek. Meer capaciteit, denk ik. Net als een tegenstander spelen ze in een 4-3-3. Capaciteit is maar 5000 hiervan. Je zou bijna denken dat die trainers het op een akkoordje hebben gegooid. Maar goed. We zijn wederom weer thuis. En we zijn begonnen. Hier stelt u begonnen. Daar gaan we. Volop ervoor gaan. Om maar eens kijken wat we kunnen. Goré. Nou, die levert hem zo in. Dat bedoel ik, als hij dat soort zaken gaat doen, dan krijgt hij geen contract meer. Dan ga ik hem niet kopen, hij is huurlijk tot optie tot koop. Een prima wedstrijd gespeeld tegen MK Dons, is een iets makkelijker tegenstander op papier. Maar het moet wel in de praktijk nog gedaan worden. Daar is het schot, de speler blokkeert het schot. Weer ligt hij in de weg. Uitstekende mogelijkheid. Ja, dat is uitstekend. Keepers weer. Ja? Maar dan wordt het buitenspel geconstateerd.
Nou, we hadden een mooie positie om te counteren, hoor. Venema. Hij rukt verderop. Hij gaat het proberen aan, wat geweldig gedaan. Venema. Scoort weer. Zo ben ik toch heel blij dat ik hem gekocht heb, hoor. Want zonder hem is het team niet veel. De speler die heeft waarschijnlijk bovenbenen van graniet of zo. En dan ook een betere keeper, dat merk ik zeker. Die andere keeper liet echt alles door. Hij heeft toch al 9 wedstrijden gespeeld in 10 wedstrijden. 9 doelpunten in 10 wedstrijden. Dat is dus echt goed zo. Het is 1-0. Daar had best voor gefloten kunnen worden, maar het is voordeel. Davies. We leiden met 1-0, Correa. Even kijken wat we kunnen. Niet te moeilijk doen natuurlijk. Morris. Die weet hij te onderscheppen. Allemaal goed gedaan, Bukari. Bukari, 2-0. 13 minuten gespeeld. 2-0. We moeten doen wat we moeten. Winnen. Doelpunten maken. Nou, doelstelden werken. Wie weet gaan we met evenveel punten... Perfect gegeven. Beslissing maken. Stel je voor, directe promotie. Missen we net. De bal mee dogen. Maar ik zou het wel leuk vinden als we extra wedstrijden zullen gaan spelen. Is toch wel wat spannend, weet je. Dat wel, dus we gaan niet onnodig verliezen. Blijf gewoon ons eigen spel spelen. Hij zit er goed tussen bij die paas. Venema. Ik zou hem helemaal naar rechts geven. Ja, die kan natuurlijk ook. Hij kan van heel dichtbij. En Venema klaarleggen. En die wordt gered. En hij wilde zo... Bijna 3-0. Maar ja, er staat een heel attente keeper op doel. Hoekschop wordt voorgegeven. Maar helaas, de aanval... De rivals gaat een uithaal doen. Hij houdt knap tegen. En meteen een nieuwe corner. Ze werken die bal weg. Kunnen we hem in één keer trappen? Hij komt dichterbij en zal iets proberen te creëren. Ja, en daar gaat het balbezit. De tegenpartij neemt de bal over. Ja, mooi, zo'n steekpas. Dat moeten we oplossen met zoveel man. Maar zij proberen de bal toch goed in bezit te houden. Wij proberen ze te verdedigen. Hij schiet! Wow, een goede redding. Ja, af en toe dan laat ik een beetje doorspoelen. Ik vind een uur, vind ik lang genoeg. Honey check. Oh, 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 oh. Wat zijn we hier aan het doen? Wat onnodig. Wat gebeurt daar? Wat gebeurt daar? Ja, dit gebeurt. Ik wil gewoon dit. Hier, kijk, hij wil de bal tegenhouden aan... Dan zit hij in die kant erin. Wie maakt de doelpunt? Sharp. Perkins. Hier, deze man maakt de doelpunt. Venema. Venema tussen 3 man door, 4. Probeert hij te puzzelen om er tussen te komen. Het zag er zo goed uit totdat we in één keer een eigen doelpunt maakten. Dus we hebben er in principe 3 goals gemaakt nu. Maar alleen 1 in een verkeerde doel. Norris. Doorgebroken met de bal. Hij speelt de bal. Dit gaat die Helms. Hey, dit is gewoon tegenhouden hoor. Dus net dat bedoel ik. Oké, we gaan een flinke voorzet geven. Is die niet iets te hard? Nee, dat valt wel mee. Hij werkt de bal weg. Sterke tackle hoor. Op een mooie positie weer aan de bal. McDonald's. En zo pakt hij flink wat meters met de bal.
De voorzet wordt gegeven. Dit blijft dus toch een makkie voor de keeper. De bal eenvoudig buit maakt. Deze en alsnog Venema 3-1. Nummer 2 van deze spel. Geweldig. Wat een goal. En wat is hij meedogenloos voor de goal vandaag. Gaan wij de play-offs bijna veilig stellen. Zover is het natuurlijk nog niet. Dit doelpunt komt voort uit het feit dat de tegenstander eigenlijk nauwelijks ruimte krijgt om op te bouwen, om eruit te komen. Ja, en als de bal dan wordt overgenomen, dan ben je binnen de kortste keren bij het doel van de tegenstander. En zo leidt dat dan tot het doelpunt. Het Duitse publiek is blij met de voorsprong. Bijna rustig. Het is wel heel fijn dat we nog een wedstrijd spelen tegen die koploper. Want op dit moment is direct de promotie tussen Wrexham. Dan wordt de druk voor de tegenstander alleen maar groter om de focus en nog op de ploeg. Aanval te gaan leggen. En ontstaat het even niet de naam. Het spel wordt stilgelegd. Het is buitenspel. Dus dat is super fijn dat wij Venema. Ja, 5 punten. Komt steeds meer naar voren. McDonald komt er nou niet aan. Ja, die Glenn Bell die mag van mij betreft ook er weggaan. Is ruimte voor de counter. Mooie wacht, actie. Ja, we dat natuurlijk een contract geven. Ja, klopt. Klopt, ja. Vele maar voor zijn derde, nee. Wordt goed geblokt. Komt de hoekschop in het midden. Tegenstander werkt hem weg. Goed werk, zeg. Om hem daar af te pakken. Manning. Venema. 5-4? Wat? Lijkt me kansloos. Dat scheelt niet veel. 45 minuten hebben we gehad. We gaan rusten. We leiden met 3-1. Met 4 doelpunten gemaakt. Deze speler speelt vandaag een Even kijken. Nou, Barrow staat voor. Oh ja, tegen Wimbledon. Die staat natuurlijk daar. Tegen Notts County. Dat is goed tegen Wrexham 1-1. Redford staat wel weer voor. Dus dat is wel wat minder. En Cadon staat voor. Grimsby. Even kijken. De rest is... Stockport staat voor. Dat is ook weer minder. De rest hoeven we niet echt te kijken. Maar het bedoeling is dat wij ook voor staan. Dus dat is ook een goed teken. Ik ben benieuwd. Zo zit op de andere velden niet echt mee voor ons. Afgetrapt. Maar staan wij ook voor. Dus dat is wel ik prima. Ik begrijp dat er bij een van de andere wedstrijden die nu gespeeld worden een penalty is gegeven. Wat weet jij daarover? Ja, zie je, dat klopt. We hadden hier een strafschop voor de uitploeg. Maar hij ging mis. Een fantastische kans. Maar de bal werd ja, totaal verkeerd geraakt. Bij welke wedstrijd? En eindigde op de paal. Nog steeds 1-1 hier dus. Op de klok 47. Oh, Bartie Notre staat 1-1. Daar gaan. Komt het staan. Zie je dat? Af en toe dan komt er wat tevoorschijn. Ik let daar niet altijd op, Willems. En dan trek je naar binnen. Willems gaat vuren. Er zit een keeper aan het werk, maar gered. Dons. Hoekschop wordt voorgegeven. De doorkoppen ging net niet. De speler werkt de bal naar voren. Hij staat buitenspel. Er staat een Willems vlag aan. Willems, dan kan er iemand hem koppen, zou je zeggen. Geblokkeerd door de verdediger. Rivas. We houden de bal nog in de ploeg. Maar het is zo druk daar. Zo druk. Hij wordt aan de andere kant getrokken. Een routine klusje voor de doelman. Dit slot. Ja, laat een voordeel geven, Venema. Ja, Venema! Net niet. En hij houdt knap tegen. Volgende kon zo blijven even hier knokken. Goed weggewerkt. Om 4-1 van te maken. Morris. Natuurlijk roepen ze wel alles natuurlijk om in het Engels, omdat we natuurlijk in een Engelse competitie speelden. Als we gewoon in de Eredivisie hadden gespeeld.
dan was alles in Nederlandse omroepen. Maar ik vind, dit vind ik veel leuker, weet je. Dan een beetje gaat strijd om promoveren, dat soort zaken. Goed, kampioen worden van in de Premier League. Zelfs gaat wel gewoon in de Eredivisie gespeeld. Dan waren we gewoon proberen kampioen te worden in de Eredivisie. Onderbreekt deze paas. Maar ja, dan had je niet kunnen degraderen en dat soort zaken. Zo maken toch de uitdaging wat, wat leuker door, vind ik. Deze wedstrijd. Tot nu toe geen problemen nog. Manning. Voor de tackle gaat de bal uit. Inworp. Ik denk dat ik nu wel even een wissel kon gaan. Gewoon het wisselen wel door blijven voeren. Kijk, misschien is het handig om Venema eruit te gaan halen. Weet je waarom? Want als de volgende wedstrijd moet hij natuurlijk ook weer fit genoeg zijn. Dus kijk, daarvoor doe ik gewoon Ben King erin. Kijk, gewoon af en toe wat rust pakken. 3-1. Het kan best wel. Volgens Ben King, prima speler. Richting het centrum met de bal. De actie was goed, maar het blijft gevaarlijk. Nou, die grensrechter leek er goed voor te staan. Buitenspel. Hoezo buitenspel? Wat is er dan aan de hand? Een paar millimeters. De vorige wedstrijd had hij die goal moeten afkeuren, want dat was buitenspel. Ja, je kunt je daar ook aan vergissen. Ben King nog altijd. Ben King. Kijk, Ben King hem gaan! Actie hier. Knap tegengehouden hoor, door de keeper. Norris. Goed, volgens mij is er iets gebeurd op de andere velden. Een strafschop, als ik het goed begrijp. Ja, de thuisploeg mocht een penalty nemen. Ze hebben gescoord. Hij liet de doelman grabbelen. Die kon alleen maar toekijken hoe de bal boven hem in de kruising viel. Knap genomen penalty. De stand is weer in evenwicht. 1-1 met 68 minuten. Die Walting Stockport 1-1. Oké, dat is een goed teken. Knap verdedigend werk. Maar we zitten hier echt te graven nu. Hij wordt de bal makkelijk tegen te houden. Tussen twee man door, dat ging keurig, dat ging net een cadons. Hier zou een counteraanval kunnen daar aankomen. Ook weer gaan missen. Kijk, helemaal rechts, daar kunnen we een paas geven. Willems. Ja, laat maar gaan, corner. We vervolgen de wedstrijd met een corner. We gaan wisselen. We kunnen nog vier keer nog gaan wisselen, maar ik denk dat we er gewoon lekker drie gaan wisselen. Correa eruit. Voor hem. 68 eruit voor Little. Dat is nummer 2. En dan kunnen we voorin misschien nog eentje doen. 60, 71. Kijk het ook uit voor Kuipers nog eens een keertje erin. Laten we hem erin zien. Zo. Kunnen we dadelijk nog die volgende wissel inzetten. De hoekschop in het midden. Hij werkt de bal weg. Ja, op het doel. Komt er net een haal. Een counteraanval behoort nu tot de opties. Ze hebben die verdedigers achterin. Toch blijven oplaten. Ook achterin die laatste minuten. Je weet me nooit. Scoren. Wat voor rare dingen dat er gaat gebeuren. Het kan van alles gebeuren in één keer. Kijk eens aan, dit is goed. Willems helemaal vrij, dan zul je zeggen dat er een doelpunt kan vallen en dat gebeurt dus ook. 4-1. Daarmee kijkt de tegenstander nu tegen een achterstand van 3 treffers aan. Heel zuur van die tegen hoor, anders zou echt de 0 houden. Dat is een kunst. Er zijn niet veel ploegen die dit beheersen zoals deze ploeg. Kijk eens hoe snel er wordt omgeschakeld. En alleen voor de keeper, ja, die beschikt al over een techniek en... Kijk eens hoe hard hij de bal dan erin schiet. Mooi. En nog 10 minuten op de klok. Is de buiten in ieder geval binnen. Dat ik al een klein beetje het gevoel nog 10 met deze 2-0. Dat van ja, dit gaat nou makkie worden. Voorstel. Alleen de volste doelpunt. Nee, geen doelpunt. Is hier nog niet geweken. Legt de bal terug.
Hij moet het doen. Oeh. Doelman kan gewoon op zijn plek blijven staan voor die bal. Dan geef ik hem gewoon weer naar King Paas. En dan gaat hij daar heel makkelijk erin. En dan toch ja. Open grote kant zonder doelpunt. Maar er staat er een verdediger nog. Meteen in de aanval. Bijna. Als die bal uitgaat, dan gaan we weer wisselen. Wat een duel was dit, zeg. En wat een afgetekende overwinning in het eigen stadion. Dit was zeldzaam goed. Ze hebben de sterren van de hemel gespeeld. We hebben gedaan wat we moesten doen. De ene naar de andere goal. En als we kijken naar de... Oh, oh! King, nu zit hij er wel in. 5-1. Ja, die gaat erin. Wat een overtuigende wedstrijd. Het verschil is nu 4 treffers. Hier is telraap journalistiek nodig. 5-1. Goede wedstrijd, belangrijke wedstrijd, belangrijke overwinning, dat is het. Oog in oog met de keeper. Kalm blijven en dan... Dit was ook de laatste wissel, hè. Laten we eens even voor de zekerheid checken. We kunnen bijvoorbeeld hem, voor Pinto bijvoorbeeld. Nee, dat kunnen we niet meer. Ja, het is goed, joh. Het is goed zo. Eerst afronden. Ja, en dan laat je ook zien dat je over veel individuele vaardigheden... 5-1. Dat is wat we moesten doen. En we trappen weer af. Norris... We hebben behoorlijk ploegen ingehaald Davies. Op de ranglijst. Wood. 2 minuten met Kuipers nog. Kuipers. Weggevaar. Maar dat deed hij net niet goed genoeg. Zie je wat beter had gedaan, dan was het zelfs nog 6-1 geworden. Zo hebben we toch 6 doelpunten gemaakt. Eentje in een verkeerde doel. Hij moet scoren. Dat is echt zuur. Nog niet verkeken. Anders was het een mooie stand van 5-1, zeg maar. Even opletten. En uiteindelijk toch 5-2. Hoe heet dat ook alweer? De rebound. Ja, die keeper heeft er alles aan gedaan. We hebben gedaan wat we moesten doen. Overtuigend gewonnen. 5-2. Prima gedaan. En winnen ze hier voor eigen publiek. Wat was dit? Het leek soms wel een trainingspartijtje. Gewonnen. Na deze zege hebben ze dubbel en dwars verdiend. Ze speelden... Gewoon een ploeg dat onderaan natuurlijk bungelde. We weten zelf hoe dat is. Wat vervelend, irritant, telkens verliezen. Gewoon niet leuk. Maar we zijn bezig om de play-offs te gaan bereiken. Wat toch eigenlijk in de laatste paar, 2 maanden toch wel goed gaat. Doordat we toch in de winterstop goede versterkingen hebben gedaan. Terwijl dat we vanuit die toch omhoog zijn geklommen. Flink omhoog zijn geklommen aan Anne. Hij is uiteindelijk goed gekomen. Dat is helemaal prima. Ik ga nog een interview doen na deze wedstrijd. En dan ben ik mooi. Wrexham heeft gewonnen. Donzig met 0-4 gewonnen. Dus dat zijn wedstrijden waarvan ik van Maar wij hebben ook gewonnen. Dus dat is belangrijk. Kijk, als we verloren hadden, dan hadden we weer gezakt, weet je. Ja, Venema weer geweldig gespeeld, hè. Dit was jullie herkans. Oh, we hebben dus de vorige wedstrijd daarvan verloren. Je kunt online games geen 2 maal verstaan, dat klopt. Thanks, that's all. Goed, kijk, die hebben dus ook de gratis 10 punten daarvan. Dus dat is goed. Dus we blijven op plek 5 staan. We blijven daar stil staan. We blijven toch een beetje daarin een beetje hangen. Notts County, die staat nu op dit moment op de 3e plek. Goed, maar daar gaan we dadelijk maar even naar kijken. Goed, als je me niet vaak zit, hoef ik hier weg te gaan. No. Gelijk als hij 1 wedstrijd niet gespeeld. Ja, wat was hij? Had ik hem niet in. Ik dacht dat ik hem toch wel gewoon in mijn team management. Dus we gaan eens even die erin zetten. Even kijken, waar staat hij? We hebben echt veel. Kijk, hij staat gewoon hier. Hij moet erin. Voor
voor mij betreft met de Little weg. En dan gaan we Arau gaan de inzetten voor. Ja, kijk, dan doen we dat gewoon zo. Maar weten we nu zeker dat hij erin staat. Oké. Dat is goed gegaan. Dan gaan we eens even kijken. Centrum. Nou. We gaan naar onze stand eventjes erbij pakken. We staan. Plek 5. 60. Toch even goed nog 3 punten achterstand. Op plek van niet players. We spelen tegen die ploeg. Spelen we nog een keer. Dus dat is dus. Dus die baan. Die staan natuurlijk. Zijn 15e. Het verschil met directe promotie is, ja, is toch wel weer 4 punten. Dus we zijn eigenlijk 1 punt vandaag ingelopen in die 2 wedstrijden. We hebben 40 wedstrijden gespeeld. Hè. Zij hebben dus een wedstrijd meer gespeeld, Notre Country. De nummer 4 heeft 42 punten. Wat wel zo is, is dus dat wij de nummer 39... dat die in principe dat die ons voorbij kan gaan. Dat zij natuurlijk een wedstrijd minder hebben gespeeld dan wij. Kijk, nummer 7 heeft 41. Wij hebben nog een wedstrijd te goed. Dus dan kan het zomaar zijn dat we inlopen. Kijk, we hebben 40. Die hebben 41. Dus als we gewoon dan staan we bijvoorbeeld op 66. Kunnen we bijna Notts Country ook bijna inhalen. Dus ja, we staan er redelijk goed voor. We staan er eigenlijk. Ligt het allemaal dicht bij elkaar. Dicht bij promotie. Directe promotie. Dicht bij. Om niet de play-offs in te gaan. Ligt allemaal zo dicht op elkaar. Dus dat het echt gewoon spannend is. We spelen dus nog een keer tegen Stockport. Daar spelen we nog een keer tegen. Dat is een hele cruciale wedstrijd. En voor de rest moeten we gewoon doen. Wat we moeten doen, we spelen ook tegen Bradford. Spelen we nog een keer tegen Gillingham? Of hebben we daar al een keer gespeeld? Manta spelen we. Kijken. Die staan er ook nog niet bij. Stockport, dat is dus deze wedstrijd. Kijk. En tegen ACC, die is ook nog niet achter. En we spelen ook natuurlijk die Bradford voor, dat is de laatste wedstrijd. Voor de rest gaat het goed. Wie weet gaat het lukken. We doen er alles aan om die players. We staan 5e, dus ja. We zijn er prima. We hebben doelstelling 5. 87 tegen. Dat is echt de meeste van iedereen. Maar we hebben wel de meeste doelpunten gemaakt. Dus we hebben toch wel weer 18 keer gewonnen. 9 keer gelijk en natuurlijk 13 keer verloren. Omdat we natuurlijk flink wat nederlaag hebben gepakt. Maar goed. Dus dit ziet er allemaal goed uit. Ik vind van wel dat het allemaal zo prima uitziet. Ik ga het hier eens belaten, jongens. Plek 5 hebben we nu in handen. Hij is nu vanaf nu voor ons. Maar we moeten proberen om dat te verdedigen. En proberen om plek 4 te pakken. En wie weet kunnen we nog. Maar om eerst kampioen worden, worden we sowieso niet. Want ze hebben nog maar 4 wedstrijden te gaan, Wrexham. Nog 6 wedstrijden te gaan. Nog 6 competitiewedstrijden te gaan. En dan is het seizoen voorbij, jongens. Nog 6 wedstrijden. En dan zullen we zien of dit genoeg is voor play-offs, directe promotie. Daar gaan we voor. We zullen het zien, hè. Goed, kijk eens. Ik ga hier in ieder geval bellen. De 6 wedstrijden is eigenlijk 3 afleveringen te gaan. Dan hebben we eigenlijk het seizoen gespeeld. En we spelen nog meer wedstrijden. Dat kan. Maar ja. Ik ga even kijken wanneer dat de volgende aflevering is. Eigenlijk morgen gewoon weer. Hè? Zeg ik dat goed? Ja, morgenavond om 9 uur. Hopelijk zijn jullie er daar ook bij. Goed, kijk eens. Bedankt voor kijken. Bedankt voor liken. En tot morgenavond om 9 uur dan maar weer, jongens. Mazzel!